En ik heb het echt een paar keer al bedacht. Dat jullie daar allemaal zouden zitten. En dat we met elkaar Jezus overwinnaar zouden zingen. Hoe gaaf was dat? En dan had ik je gevraagd. Van, hoe zit het? Zijn er dingen in jouw leven? Dingen die je moeilijk vindt? Dingen die gewoon niet goed gaan? Misschien wel hele verdrietige dingen. En dan hadden we met elkaar, misschien wel juist degene die dat heel moeilijk vonden om te doen, maar die had zich gesteund gevoeld door de andere kinderen in de zaal, die keihard voor jou Jezus overwinning over jouw verdriet hadden uitgezongen. Ik zag er zo naar uit. Maar weet je, Jezus die is overal. Dat is zo gaaf. Die heeft geen tent nodig. Die heeft niet heel veel kinderen nodig. Dat is wel gaaf, maar hij heeft het niet nodig. Dus als je nou zit te kijken en je denkt, ik voel iets. Gewoon, er zit iets niet lekker. Ik ben verdrietig. Of er is misschien wel iets wat tussen jou en God instaat. Zonde. Dan wil ik je vragen, bedenk dat nu en zing mee. Zing Jezus overwinning uit over dat wat tussen jou en God instaat. Dus doe het. Doe het samen met ons. Dan zingen we Jezus overwinnaar. Over alle namen.
Vader, dank u wel dat u overwinnaar bent. Heer, en ik wil bidden, Heer, dat u heel dichtbij bent. Heer, dat u kinderen die nu zitten te kijken en die overwinnaar nodig hebben in hun leven, dat dat gebeuren mag, ondanks dat ze thuis zitten of op hun kamer. Heer, ik wil bidden, Heer, dat u komt in hun leven. En dat er overwinning zal zijn. Overwinning over ziekte. Overwinning over verdriet. Overwinning over zonde. Want we weten één ding. U bent Jezus overwinnaar.